Staat hem goed? Hè, maar soms springt die noise cancelling aan. Dat is zo raar. Het staat nog niet eens op en ik vind het al fantastisch. Oké, mensen, alle deelnemers gaan nu verzamelen. Inclusief Gijs natuurlijk. Gijs, volgens de vlak met de tasks. Ah. Goedemorgen, dames en heren, jongens en meisjes. En welkom bij weer een gloednieuwe vlog hier vanuit het YouTube-huis bij BFM. Het is vandaag maandag en het is ook te horen. Want iemand is hier zijn gras aan het maaien, denk ik. Of wat is dit eigenlijk voor lawaai? Ik ga eens even kijken. Ik hoor superveel lawaai en ik zie niks. Wat? Ik ga gewoon op straat kijken hoor. Ik ben nu echt gewoon benieuwd wat er gaande is. Oké, wow. Het is dus toch iemand die zijn gras aan het maaien is. Dus het leek echt een veel grotere machine, maar het is gewoon iemand die met zijn zitmaaier aan de kant van de straat gras aan het maaien is. Dus het is weer te horen. Nieuwe week, nieuwe kansen. Iedereen is weer lekker in de weer. En wij vandaag ook, want ik ga vandaag samen met nog heel veel mensen supporteren voor Gijs die mee gaat doen. En ik heb het al super veel gezegd de afgelopen vlogs, omdat ik gewoon super hyped ben. En ik hoop eigenlijk dat hij nog steeds ja zegt en het gaat doen, want volgens mij is hij nog steeds niet wakker. Het is gisteren Pukkelpop geweest en hij is nog tot gewoon het laatste moment gegaan en dat sluit om 3 uur. Dus stel dat hij om 4 uur thuis was ongeveer. Dus ik ben heel benieuwd of hij eigenlijk gaat meedoen, omdat hij een beetje brak zal zijn waarschijnlijk. Maar ja, ik hoop van wel, want we hebben dus zelfs, en dat weet hij, er zijn heel veel mensen die komen supporteren, vriendinnen van Bo, vrienden van mij. Dus dat wordt best wel lachen, denk ik. Dus daarom heb ik super veel zin in vandaag, sowieso. En ik denk dat ik zo meteen eventjes naar de winkel ga. En ik zal jullie eens even laten zien waarom. Ik wil namelijk vandaag misschien een nieuwe koptelefoon gaan kopen. Want check eens even naar deze. Deze doet het nog steeds super goed hoor, daar niet van. Maar alleen gehoord aan de kwaliteit dat die al... Ik denk, volgend jaar heb ik deze... Nee, wacht. Even rekenen. Ik heb deze gekregen toen ik 15 was. Wow, dan wil dat zeggen dat ik die gewoon in oktober bijna 7 jaar heb gewoon. Dus ja, dat is best al lang. Je hoort dus ook dat voor toen die tijd, de bas is nog niet zo top. En deze hele koptelefoon, ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar alles komt los. Het begint helemaal af te blotten. Hier ook. Je kunt dat eraf halen, dan zie je dat goed. Kijk. Je ziet dus echt dat die verf, zeg maar, soort van, komt helemaal los. Kijk dan. Dus dat is niet zo handig, want iedere keer gebruik ik deze ook op het vliegtuig. En of ja, gewoon als ik muziek luister onderweg of als ik aan het gymmen ben hier thuis of weet ik veel waar, dan zit al dat zwart in mijn oor. Dus dat is niet zo handig. Dus daarom ga ik misschien zelfs even een nieuwe halen. En dan ga ik ook voor een over-ear, want dit is een on-ear, dus dat duwt op je oren. En degene die ik wil gaan halen is over je oren, dat zit iets beter. Dan duwt dat niet zo. En die heeft ook veel betere bas. En ik ben echt basverslaafd, denk ik. Ik weet niet of dat bestaat. Soms zeg ik echt rare dingen. Ik weet niet of dat bestaat, maar ik hou gewoon echt van die lage tonen. Als je dat goed hoort, als je echt goed die bas hoort, oh, dat vind ik gewoon top. Kwaliteit moet gewoon goed zijn, anders voelt je de muziek niet. Dus ik denk dat ik zo meteen even naar de winkel ga om even een nieuwe te halen. Want deze, ja, kan ik wel bijhouden of zo, voor als ik op vakantie ga om hem niet kwijt te geraken of zo. Of als ik echt, weet ik veel, iets geks ga doen, dan kan dit nog wel handig zijn. Maar gewoon voor te reizen en zo, en voor hier thuis als ik muziek wil luisteren, moet ik echt even iets beters hebben. Dus daar heb ik al zin in eigenlijk. Maar wow, ik besef nu pas dat ik deze al zo lang heb dan eigenlijk. Ik heb deze gekregen toen ik volgens mij een neusoperatie heb gehad. En dat was toen ik 15 werd. Wow, tijd vliegt echt. Dus deze heeft echt al heel veel uren muziek gespeeld. Maar dit was wel echt een top ding hoor mensen. Want de levensduur van deze batterij, insane. Shout-out naar Marshall. Maar ik heb dit ding denk ik in 7 jaar tijd misschien 25 keer moeten opladen of zo. Dat is echt niet normaal hoe lang die batterij meegaat. Ik denk dat ik die nu ook alweer een half jaar niet meer heb opgeladen of zo. Echt een top ding. Dus ik hoop dat mijn nieuwe dat ook gaat hebben, maar waarschijnlijk wel. Want ik heb die al een paar keer getest. Vrienden van mij hebben die. Dat is de Sony... Nog iets. WH-1000MX4 denk ik, als ik het goed zeg. En die koptelefoon is echt top. Ik ben misschien veel te lang aan het doorlullen hierover. Maar ja, jullie kennen mij. Ik heb muziek, dat moet gewoon top zijn, dat moet goed klinken. Dus zometeen even een nieuwe halen. Kijk eens, poesjes zijn weer lekker aan het chillen. Altijd. En dan laat ik ze gewoon op, 's morgens, laat ik ze opstaan. Dan eten ze hier even. Kijken ze een beetje rond en dan gaan ze gewoon slapen. Gewoon de hele dag. Behalve misschien 's middags even, dan worden ze actief. Dan slapen ze weer de hele namiddag. En als ik 's avonds bij hun kom liggen, worden ze weer helemaal wild. Maar
Oh, ik word gebeld door Bo. Hallo. Hey. In de winkel. Ja. Nu? Ja, dat was dus Bo, die is even examen maken. Herexamen, zoals ik al zei. Wat was ik nu eigenlijk aan het vertellen? Ah ja, dat deze poezekatjes dus helemaal wild worden. S'avonds. Hey. Je zit zo klein nog steeds, hè. Dat vind ik zo leuk, hè. Kijk nu. Naar de grond. Dan zit je mij en dan zit je zo'n klein poesje. Wat is er? Willen jullie nat eten? Zal ik dat thuis even maken? Maar er is dus nog iets wat ik moet doen. Deze twee katten bakken. Ik heb zonder grap, en dat is misschien wel erg, ik heb ze nog geen één keer vervangen. Of ja, dat klinkt ook dubbel, maar wacht maar tot ik mijn zin afmaak. Ik heb ze nog geen één keer vervangen sinds we hier zijn met de poezekatjes in België. Maar niet dat jullie denken dat ik gewoon nog steeds de kak heb inliggen van dag 1. Nee, Bo kuist dat elke dag. Ik zelf heb het nog niet gedaan. Het is misschien een beetje erg wel. Een beetje heel erg. Maar Bo doet dat gewoon super raar. Dat is echt geen grap. Hij doet dat elke ochtend als ik aan het editen ben. Komt hij hier de kattenbakken verschonen. Ja, ze is echt een mama geworden van de katjes. Dus dat is wel top. Maar Bo is dus van gisteren al weg. En heeft gisteren wel nog de kattenbakken gedaan. Maar nu ga ik het dus even met je doen. En daar zit ik helemaal niks bij, want ik heb het al vaker gedaan bij mijn mama. Die heeft ook katten. Heeft ook vorige jaren heel veel katten gehad. Dus we gaan eens even proper maken. Oh, hij zit wel weer goed vol hoor. Eigenlijk valt de stank best nog wel mee. Omdat hier zitten dus zo van die paarse korreltjes in en dat riekt echt naar speculaas. Tito, moet je iets zeggen tegen de kijkers? Hello, I got places to be. You next to me, and me next to you. Het leven van een kattenpapa, dames en heren. Zo, kijk eens, weer helemaal proper. Kijk, dit bedoel ik dus. Dan gaan ze er weer meteen op. Plasje doen, dan weer verbergen. Eigenlijk best wel grappig dit, want pas vertelde mijn mama tegen mij dat ze het soms raar vindt hoe vlogs werken. Omdat ik heb wel eens gevlogd bijvoorbeeld dat ik mijn gras afmaai. En dan maak ik timelapses daarvan ofzo. En toen zei ze tegen mij van eigenlijk best gek dat wij kijken naar iemand die gewoon zijn gras afmaait. Maar ja, ik denk dat dit veel erger is. Jullie kijken nu gewoon naar letterlijk iemand die een kattenbak ververst. Maar ja, dat is het ding van dagelijks vloggen mensen. Kijk, en dan neem ik nu nog even een kattensnack en hier gaan ze dus echt helemaal wild op. Waarschijnlijk als ik hiermee binnenkom gaan ze al meteen miauwen gewoon. Kijk maar. Let maar op. Kijk. Hey! Kijk, ik heb dit nog maar vast. Cute. Pas op. Kom. Wacht. Kom. Hey, rustig. Het komt. Maar het is bijna op, hè. Kijk eens. Het zijn het ook schatjes, hè, mensen. Zo. Alles op. Kijk eens wie weer terug is. Hallo. Hoi. Hoe ging het? Ging goed. Dat is eentje minder. Eentje minder. Hoeveel nog te gaan? Drie? Ah, ja, vier? Ja, nu drie. Ah ja. Okay. Ik dacht nog wel vragen hoeveel had je er? Ja, drie nog te gaan dus. Nee, maar wat vroeg je nu hem eigenlijk? Dus met de katjes. Ja, goed. Maar goed. Heel goed. Ik heb net twee bakken gedaan. Goed hè, van mij. Dankjewel. En ze hebben net snoepjes gehad. Wie is dat? Carlos. Nou, ik heb ze wel nog geen natte voeding gegeven. Wel zo een hele snoepjesreep. Een hele? Ja? Voor eentje. Voor alle twee. Dat mag niet. Hoezo niet? Die allebei eentje geven. Nee, één reep voor ze twee. Alle twee, zeg ik toch. Ik dacht dat je ze allebei eentje had gegeven. Nee. Dat is te veel. Hey. Wie is het? Ja, ik heb gisteren filmpjes gestuurd naar u, hoe die bij mij lagen. Sorry. Oh, heb je mij gemist? Kijk, dit is hoe Carlos gisteren bij mij lag, besef. Hij was gewoon echt diep aan het slapen. Poerie was er ook bij, kijk. En dan bijt hij altijd zo in mijn kin, hè. Blijkbaar, ja, blijkbaar wat de I love you zeggen, zeg je. I love you, of ik vind het super lief of zoiets. Ja. Die vinden mij gewoon lief. Dat is echt... Hoe meer ik terugdenk, mensen, hoe meer ik besef hoeveel ik eigenlijk... Gaat het lukken? Ja, ik denk het wel. Hoe meer ik besef dat ik... Waar ik deze allemaal gebruikt heb. Want nu besef ik ook dat ik bij al mijn fuiven waar ik ben gaan draaien, heb ik deze gebruikt. Dus deze heeft echt best veel gemaakt. Veel gemaakt. Veel meegemaakt. Zo, daar zijn we dan weer. Met Abba op de achtergrond. Oh, zo gapen zeg. Ja, het was de ochtend vroeg.
want ik moest leren. Ja. Het was dus gisteravond laat, want ik moest leren. Oh, we zijn er weer. Het is hier echt weer bloedheet in deze parking. Het is zo bad. Ja, het is hier echt warm wel. Maar kijk eens, wow, die muziek staat hier ook altijd zo luid eigenlijk. Daarachter is dus weer de Coolblue, dus we gaan even nieuwe koptelefoon kopen. Ik kan er dan zo hyped om zijn. En dat is ook echt een koptelefoon die ik al zo lang op het oog heb. Maar ik dacht altijd, ach ja, kom. Is nog niet nodig. Maar nu ga ik gewoon toch wel even eentje kopen, want het is echt top. Ja, maar je gaat ook op... Weet je dat nog niet? Niemand weet dat nog. Dus dat ga ik bliepen. Okay. Ja, zet eens op. Ja, een beetje dichter is dat. Ja, oh. Hij staat heel goed. Staat hem goed? He, maar soms springt die noise cancelling aan. Dat is zo raar. Ja, dat wordt hem. Deal. Verkocht. Er is ook een koptelefoon voor u. Waar? Kijk hier. Oh my god. Bol. Zet eens op. Het is wel groot. Hé, staat er wel. Wel heel breed. Cute. Kijk eens, komen we weer buiten bij de Coolblue. En ik heb hem hoor. Oh, ik ga hem ook gewoon al testen in de auto. Ik ben echt oprecht benieuwd. Ook al heb ik hem echt al 1000 keer getest bij vrienden en natuurlijk net nog in de winkel, maar het blijft gewoon leuk dit, nieuwe gadget. Oké, ik heb ons even bij een andere plek gezet waar iets meer lucht is als in de garage. Het was daar echt bloedheet. En dan kunnen we nu unboxen. Wauw, het is ook echt een mooie doos. Ja. Mooi hè? Kleur zwart. Zwarte kleur gekozen, want blauw was er niet meer, maar ik wou ook gewoon zwart, dus... Wow, dat is altijd zo fijn hè. Zwart gaat je ook nooit deel worden. Ah, zo blij hiermee. 30 uur aan batterij. Want ik zei het net al in de vlog dat mijn vorige... Hoe goed was die batterij is duur? Heel goed. Batterij is duur. Maar deze gaat niet onder doen, hè? Nee, dat hoop ik. Die ging echt lang mee. Kijk. Oeh, mooie Porsche en alles. Echt? Mooi, joh. Mag wel voor die prijs. Ja, echt? Ja, zo duur was het nu wel niet, maar... Ja. Wat voor u niet duur is, is voor iemand anders wel duur. Hè? Ja, maar dit is niet de duurste, hè? Ja, nee, man. Want er was nog een versie nieuwer eigenlijk, maar ja, die was 100 euro duurder, dus... Gaan we gewoon even voor deze. Deze is gewoon top. Oh, dat Porsche is wel echt... Wauw, dat is heel satisfying voor Senne. Halleluja! Hij houdt van Porsches en zakjes en... Dit is top! Is dit... Oh, ja, dat is cool. Oké, dat heb ik allemaal niet nodig. Ik ga nu gewoon even op Bluetooth testen. Maar wauw, zou die al opgeladen zijn eigenlijk? Een beetje waarschijnlijk. Ah, dat wow, weet ik niet. Die... Maar hier staat zelfs wie je hem er moet inleggen. What the fuck? Hier reed een vieze oude Ferrari voorbij. Ja. Mooi hoor. Het wel. Ja, hij is heel oud. Oké, dan gaan we hem even testen. Zit daar een gat in? Nee, dat is noise cancelling of iets, denk ik. Ik heb geen idee. Maar hij voelt clean. Echt, voel eens hoe nieuw en clean hij voelt. Ja, wauw. Je gaat eigenlijk niet meer van die... Ja, ik heb dat in de vlog laten zien. Die vorige, die was echt... Eigenlijk was hij echt op. Oh, leuk. Ja, nieuw. Oké, gaan we testen. Oké, moet ik inhouden of... Telefoon. Het staat nog niet eens op en ik vind het al fantastisch. Ah, je kan daar een app van doen. Ah, mooi joh. Ik ga eerst even... Kwaliteit! Hij hoort mij. Wow, ik hoor niks van wat ik zeg. Oké, ik hoor het. Je praat heel luid. Hoor je mij nog? Dat is echt top. Ik hoor echt niks. Ging die toeter zelfs af. Ja, dat is echt top. Maar ik kan die nog instellen. Oké, geschreeuwd. Zeggen? Geschreeuwd. Is dat zo? Oh, dat is top. Ik kan even echt wenen van geluk gewoon. Places to be. Wil jij eens horen? Ja. En die is over ear. Dat wil ik zo graag hoor. Dat is wel echt heel clan. Is top, hè? Je hoort mij toch? Huh? Ik hoor u toch? Toen deed ik alsof ik... Ah, nu niet. Maar staat de noise cancelling nu op? Ik weet dat ook niet. Denk het niet. Laat mij eens horen. En als je die afzet, dan gaat dat liedje ook daarvoor uit. Moet je die dingen daarvoor nemen. Ja, die nemen. App, hè. Ah, dat is voor batterij te besparen. Ik hoor toch niks van wat je zegt, dat is hoor. Voor batterij te besparen. Batterij besparen? Als je die afzet. Ah. Ja, ik hoor er nu wel. Maar zet eens die... Maar die bas kan nog veel harder, want... Download die app eens. Wat? Download die app eens. Download die app eens. Zal ik dus downloaden? Weet je waarvoor het heel top is, mensen? Ik moest echt met die oude koptelefoon, moest ik altijd echt het volume op 100 zetten als we in het vliegtuig zaten. Omdat een vliegtuig maakt zoveel lawaai van die twee motors natuurlijk. Dus ik moest dat echt altijd op het luidste zetten, maar ja, dat is natuurlijk niet goed voor mijn oren. En deze, ja, die is al sowieso geluidsdicht, dus dan ga ik die niet zo hard moeten zetten om de muziek te verstaan. Oké, ik heb nu even de app gedownload. Oh, maar is het zo goed. Hoho! Dat is zo grappig, want niemand hoort iets. Maar die bas. Oh, dat is echt top. Oké, dit is zeker een geslaagde aankoop, mensen. Thuis even verder testen. Wauw, top dit.
Gewoon nog beter als ik had verwacht. Oké, mensen, ik heb de koptelefoon even nog een beetje verder getest en hij is echt top. Het is echt een machine gewoon. Hij zit hier mooi in de doos. Ik ga hem ook hier even voorlopig inlaten. Eigenlijk gewoon altijd, want het is een super compacte, handige doos. Dus zo is hij ook goed beschermd. Maar we zijn weer herenigd met z'n allen. Zijt je wakker geraakt? Juist. Hoe lang zit je wakker? Van 1 uur. 20 na 1 in de nacht. Ik denk dat je echt oprecht nog nooit zo lang hebt geslapen, hè? Nee. En hoe was het nog? Goed. Ja, we gaan dus zo meteen vertrekken richting het Heidestrand, waar het dus allemaal doorgaat. En wist je trouwens dat je 4 keer mocht springen? Ja, boven het eiland juist. Je krijgt 4 kansen. Maar hoe zou dat dan werken? Je springt een keer, maar als je dan vindt dat die al goed is, moet je dan nog 3 keer springen? Hoe weet je als die slecht of goed is, wordt daar gefilmd? Ah ja, eigenlijk. Hoe weet je of je splash hoog... Wij zullen dat zeggen. Toch? Wij zullen dat zeggen. Ik ben dus benieuwd, want er stond ook punt op originaliteit. Dus eigenlijk had je echt gewoon een pak moeten aandoen of zo. Superman kostuum, dat was ik nog aan het denken. Ik dacht gewoon een heel kostuum. Ja, ah, zo, een hemd. Ja. Ik ben dus benieuwd hoe hey, ik heb nog wel een kravat, je kunt die gewoon aandoen. Waarom niet, hè? Kijk eens aan, dames en heren, we zijn aangekomen en het is al gewoon met micro en al, hè? Ja. Dus uw naam en alles gaat afgeroepen worden waarschijnlijk. Heb je er nog zin in? Je kunt misschien ook gewoon de glijbaan doen. Misschien mag dat ook wel. Kijk eens, joh. Wow, dat is echt met podium en al ook gewoon. Of DJ boot. Daarboven zijn al mensen aan het oefenen. Durf je dat, die ogen? Oké, mensen, we staan hier al met een hele fangroep voor Gijs. Gijs heeft zijn zwembroek ook al aangedaan. Alleen, we zijn hier even aan het kijken en er zijn mensen die echt, ik denk zeker 5-6 meter hoge bommetjes maken. Dat is echt niet normaal. Kijk, nu springt er ook weer iemand, dat was weer iets minder hoog. Maar soms zijn er echt mensen, dan komt het water gewoon tot hier ongeveer. Dat is echt niet normaal. Dus ziet je het nog zitten nu je al die mensen ziet springen? Ja. Ja? Gewoon plat op de pens of... Tranquilo. Gewoon laten vallen. Ja, ik ben echt benieuwd. Kijk, daar gaat nu ook weer iemand springen. Kijk. Boah. Wajo, dat bedoel ik dus. Je gaat al even oefenen. Ja. Rap. Succes. Blijf helemaal volkomen. Ja, het is wel druk aan het worden. Kijk eens. Kijk hem staan. Je gaat even oefenen van 5 meter zometeen. Kijk. Er zijn mensen die dit echt goed kunnen. Dus ik ben echt benieuwd hoe jij het gaat doen. Oh, oh, het doet gelijk. Oh. Oké, daar gaat hij. Wajo. En? Ja, kan beter. Ik denk als je van de hogere gaat, dat het beter gaat zijn. Ja, ik heb wel pijn aan mijn boekbal. Laat eens zien. Check dit, mensen. Die gaan gewoon achteruit, achterwaarts springen. Wajo. Wow. Hij staat nu helemaal van boven. Kijk, kijk, kijk. Hij gaat. Holy shit. Wajo. Oké, dat was al veel beter. En? Hoe voelde het? Leuk. Het was echt vet. Oké, ik weet niet wat er daar aan het gebeuren is, maar er zijn gewoon mensen een trampoline naar boven aan het tillen. Wat? Wat gaan die doen? Gaan die ook gewoon nog één hoger? Besef mensen, wat gebeurt hier weer allemaal? Hey! Kijk die man mensen, die gaat ook gewoon springen. Kijk dan! Fanny, die gaat hier voor de sprong. Ga 7,5 meter hoog. Kom aan, zo lopen. Moedig hem een beetje aan. Oh. Oké, mensen, alle deelnemers gaan nu verzamelen. Inclusief Gijs natuurlijk. Ready? Ja. Laatste woorden? Nee, abonneer. Oh joh, mensen, ik heb gewoon een beetje stress in Gijs in plaats. Echt. Het is best hoog. Ik zou het niet durven, denk ik. Misschien na echt zo 1 keer, maar... Ja, kijk dan, het is echt hoog. En hij doet het gewoon. Kijk dit toch goed, mensen. Gij staat daar gewoon in zijn kravat. Eerlijk, dat is toch goud? Kijk hem. Er is ook iemand in zo'n een of ander kostuum hier. En dan heb je daar Gijs met zijn kravat. Zo'n stropdas. Geniaal. Er gaat nu iemand in een schotverschil. Kom maar zo over. Maar beginnen ze dan nu allemaal van 5 meter? Okay, ja, oké. Okay. Ja. Dus een 5 en een 3. Dus dat is in totaal 13 punten voor Alexander Verstegen. Op hoeveel gaat het? 20?
10. De volgende. Hij had 13 Andries punten. Rex. Of 16. Op de bovenste speelplank. Dan gaat het op 20 misschien. Nee, 14. Nee, jij staat daar helemaal. Ah, 40. Ah ja, 10, 10, 10. Ah ja, oké. Okay. En dead time. Best hoog, best hoog. Meneer Pastoor gaat ook springen. Kijk dit. Mensen hebben echt kostuums aan. Al het geloof. Geniaal dit. Het is gewoon springen. Geloven in de heilige Tom Daley. Oh! Oei, yo. Een mooie voorwaartse salto. Oké, ik ben benieuwd. Misschien moet Gijs nu als volgende. Die staat daar beneden. Deze man heb ik net al gezien. Hij is echt wel goed. Die hebben al lang geoefend. Hiervoor gaan we moeten oppassen, want die gaat echt... Serieus sprong doen. Kom maar, galon. Make it count, make it splash. Kom maar, Zonovo! Kijk, 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 kijk. Wow! Oh. Ja, 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 ja. Dan gaan we nu naar nummer 8. Gijs Boneveld. Hey! Gijs op de bovenste plak met de das. Oh, oh, kom beter. De das, kom beter. Extra punten waard, dat is snel vol. Extra punten waard. Kleed. Oh, vier. Een 4, een 4 en een 3. 11 punten. 11 punten, let's go. Meer splash, man. Minder das, meer splash. Praat de Bruin. Check dit, mensen. Er gaat letterlijk iemand in een frietenpak. Oh. Wow, geniaal. Nummer 8, Gijs Boneveld. Kom maar, Gijs. Wow. Oh, de halve draai. Achterwaarts! Wow. De keizer van Heerenstrand! Daar gaat hij. 3, 2, 1! Gijs wordt momenteel geïnterviewd, mensen. Door Red Bull. Oké. Okay. Kijk hem staan, kijk hem staan. Daar gaat hij, laatste keer. Wow, mooi. Een 6, een 6 en een 5. 17 punten. Daar is hij dan. Die was alweer. Hij gebetert dan elke keer, hè. Elke... Heel veel pijn. Een 6, een 4 en een 6. Wat gaat hier gebeuren, mensen? Oké. Okay. We zijn klaar. Kom maar, Zonhoven. Make some noise. Voor Henriette. Make some noise. Voor Giel. Voor Pelle. Wow! Wow, dames en heren! 30 punten, dat is het meeste. Dat te winnen! Wow, joh! Van deze Red Bull Fanboy Poetje! Oké, mensen, derde plaats. Moet nog even twee of drie mensen springen voor de derde plaats. Wow! Kan hij beter dan dat? Maar die springen dicht op die kant, joh. Ik denk echt iedere keer dat ze erop zitten. Dat is echt ongekend. Kenneth, starten! Derde plaats. Kenneth. De tweede plaats. Siebe de Graaf! En op de eerste plaats. De winnaar. Die zich vanaf nu voor een jaar lang Belgisch kampioenschap Bolletje mag dopen. Dames en heren, maak nog één keer een luid en oorverdovend applaus voor de winnaar van deze Red Bull Full Moon Bommetje. Het zit erop, dames en heren. We gaan weer de auto instappen. Gijs heeft zich even opgefrist, helemaal aangedaan. En ja, iedereen gaat nu ook gewoon vertrekken. Er is geen afterparty of zo. Maar we gaan wel nog even naar de McDonald's, want Gijs heeft natuurlijk honger gekregen. Dus let's go. Eigenlijk had ik meer chicken nuggets moeten nemen. Ik wou net zeggen, we zitten bij restaurant de Gouden M. Dan gaan we nog eens. We gaan gewoon zelfs nog eens, Timo. Kijk eens, wat heb je gekregen, jongen? Ik heb hier een glas gekregen bij mijn menu. Bo wil dat heel graag zien. Ja, en Bo wil het. Ik zie daar kijken. Laat eens zien. Naar u, hè. En dat krijg je alleen als je een large menu bestelt. Ja. Ho, ho, ho. Hola, hola. Zit er ook iets in? Ho, Bo. Hey, chic, ja. Hoor. De handleiding. Hoe je het moet gebruiken. Oh, we houden het spannend. Wat staat erop? Uw naam? Wow, dat is cool. Dat is
Auto? Wauw. Auto. En een mannetje? Of wie is dat? Een auto. Ja, dat is toch een race? Ah, ah, ja. Dat is zo'n drag race iets of zo. Ja, mooi wel. Hé, hey, dat voor 8 euro, jongens. Ik vind dat je eigenlijk je water daar om je in kappen. Kom. Ja, 1993. Kom, ja. Wow, we gaan het testen. Emmetjes, hè? Mijn glas. Barbie. Kom. Dat is mijn droom. Dat is toch geen poppetje? Dat is Barbie. Terug binnen. Ga terug binnen, bro. Ja, dat is Barbie. Kom, we gaan het testen. We gaan het testen. Ik kom erin, nog eens een roodje. Misschien ja. Schenk het in. Nee. Hoe drinkt het? Hoe drinkt het? Het is bovenvol. Hartje. Allee, jongens. Hoe smaakt het? Het zit goed in de hand. Ja? Het drinkt goed weg. Oké, okay, dat is fijn. Goed glas. Ronde 2, maar deze keer zonder auto. Mag dat eigenlijk? Dat weet ik dus niet. Maakt mij dat uit? Van u? Mag het van u? Ja. Oké, okay, dan ben ik blij. Wow, dit voelt gewoon wel heel onnatuurlijk om zonder auto de drive-in te gaan. Dat is echt raar eigenlijk. Ja, hetzelfde iemand die voor ons. Mooi, wat neemt hij? Veel. Nee, die veel. Dan kun je dit toch niet. Ja, samen staan. Wel jullie mogen doorwandelen alsjeblieft. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, we mogen hier niet bestellen, jongen. Dat is jammer. We moeten gewoon doorwandelen. Hier. Ja, dat gaat niet, hè. Hoeveel kost die water ermee doen? 4 chicken nuggets. Ah, was zijn ik jullie snel. Aan het verkozen? Voor hem. Je kan er niet op. 4 chicken nuggets. Ja, en een chicken. Zoetzuur. En is dat die blauw was? Nee, valt mee wel hoor. Dit doet echt pijn. Pijn? Ja. Oh, ja, ja. Hoe vond je het? Leuk. Ik vind dat je het goed gedaan hebt. Het handwerk is op mijn kont zat. Heerlijk. Ik vind het oprecht dat goed gedaan, jongen. Volgende keer nog eens. Ja, nu kun je een heel jaar gaan oefenen, ja. Dat wel, want we hebben echt te weinig geoefend gewoon. Maar je kunt nu wel in je Instagram bio zetten, deelnemer Belgisch kampioenschap bommeke. Ja, ik doe atleet. Ja, dat vind ik wel. Ik vind het echt een leuke outfit. Ja, vooral die hoodie. Leuke trui. Ja, die valt zo goed, joh. Dat is echt. Ik heb hem ook aan. Fuck. Leuke hoodie. Goed, heel, heel goed. Goed, heel super goed. Fantastisch. Tot morgen. Gisteren vandaag. Morgen kostuum kopen, jij? Zeker, P. Goed zo. Jij ook? Ja, je moet toch naar een trouw zaterdag. En volgende week ook, hè? Ja. Maar dat hebben we nog niet verteld aan de kijkers. Nog steeds niet. Oké, hey, slaap wel. Hey, goed thuis. Hè. Doei. Yo. Zo, mensen. Gijs is weer door. Het was super gezellig. Met z'n allen. Lekker gaan supporten voor Gijs. Ja, hè? Het is alleen... Het was alleen natuurlijk niet gelukt om in de top 3 te komen. Maar dat hadden we misschien wel een beetje kunnen verwachten. Ja, als het volgend jaar terugkomt, kan het terug meedoen, hè? Ja, zeker. Zou wel lachen zijn. Jij misschien ook dan? Dit is echt Gijs zijn ding, gewoon. Gewoon omdat hij ook... Het is gewoon zo grappig, omdat hij zoveel hier al in het zwembad is gesprongen en dan nu dit doet... Dat hoort gewoon bij Gijs. Ik vind dat dat echt past bij hem. Vind ik toch. Dames en heren, wij gaan lekker slapen. Het is ondertussen alweer 2:30 in de avond. Jij trekt aan de dekens. Nee, maar hoe kan het dat het alweer 2:30 is? Omdat ik gewoon nog een uur, denk ik, bijna muziek heb zitten luisteren met mijn nieuwe koptelefoon. Dat is echt, echt een top ding, hè? Eerlijk? Het is echt top. Ja, kwaliteit is echt goed. Bo wilt hem nu ook al. Het is echt wel een upgrade. Maar dus mensen, hopelijk hebben jullie genoten van deze vlog. Wij alleszins wel. Het was een hele leuke dag. Veel dingen gedaan eigenlijk. Of zo lijkt het toch. Ik ben blij dat ik Gijs heb ingeschreven voor het Belgisch kampioenschap bommetje. Want het was echt een leuke ervaring. Voor ons is hij een winnaar. Voor ons is hij een winnaar. Goed gezegd, Bo. Zeiden we daar straks ook. En dan leek echt zo'n ouder dingetje zo. Ja. Alsof Gijs ons kindje is. Maar hij heeft het zo goed gedaan. Ja. Gewoon van 7 meter. Ik vind dat al sowieso een prestatie, hoor. Van zo hoog springen, dat is best eng, hoor. Ik moet zeggen, de winnaar was ook wel echt goed. Ja, die had wel eng hoog gesprongen. De top 3 was echt goed. Ja, er waren echt zo 3 mensen. En dat was ook gewoon de top 3 die echt... Die sprongen zo kort bij de jury, dat ik soms dacht echt van... Nu springen ze gewoon op de tafel. Soms ook heel hoog. Ja, en dan die splashes waren echt bijna tot aan het hoogste verdiep van waar ik kon springen. Dus goed gedaan sowieso naar die mannen. Maar Gijs gaat nu een heel jaar lang oefenen zijn hem voor volgend jaar te kunnen winnen. Dus hopelijk komt dat terug. Misschien doe ik mee. Doet jij dan mee? Misschien. Nee, wilt hij dat? Ik vond het eigenlijk wel een leuke sfeer. Hè? Ja, ik had nu ook wel zin om te zwemmen daardoor. Schutsen. Nee, inderdaad. Iedereen was gewoon chillende. Dat was echt top.
Maar goed mensen, hopelijk vonden jullie het leuk. Vergeet niet te liken, te reageren en te abonneren hier beneden als jullie dat nog niet gedaan hebben. En dan zie ik jullie morgen om 5 uur in een gloednieuwe vlog. Ciao!